Ik ben Linetta Koppert en ik ben oncologisch chirurg in het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC Havenziekenhuis. Het Academisch Borstkankercentrum is een samenwerking tussen het Erasmus MC, locatie Daniël den Hoed, en het Havenziekenhuis, waarbij we proberen om bij het eerste contact te triëren op welke plek de patiënt het beste op haar plek is. In het Havenziekenhuis wordt op snelle en efficiënte wijze diagnostiek en zorg bedreven. En in het Erasmus MC, locatie Daniël den Hoed, hebben we de mogelijkheid om met alle experts direct om de patiënt te zijn, om met elkaar multidisciplinair naar de patiënt te kijken. Mijn aandachtsgebied is de behandeling van borstkanker. Speciaal de jonge vrouw met borstkanker, genmutatiedraagsters en het complexe borstkanker. Ik werk in een multidisciplinair team waarbij we dagelijks met elkaar in contact zijn om te spreken over diagnostische problemen. Dingen waar we tegenaan lopen in de behandeling. En we streven ernaar om de beste behandeling te formuleren voor onze patiënt. Sowieso wordt het behandelplan van iedere patiënt bij ons multidisciplinair in samenwerking met het Havenziekenhuis gemaakt. We werken samen met onderzoekers in de laboratoria. En een ander onderdeel van mijn academische werk is dat we één keer in de week een zogenaamde joint clinic hebben, waarbij we met internist, oncoloog, radiotherapeut, plastisch chirurg en ikzelf op de poli patiënten ontvangen die met een gecompliceerde borstkanker komen om het optimale behandelplan te formuleren. Mijn naam is Evelien Korte. Ik ben een van de 6 plastisch chirurgen in het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC Havenziekenhuis. En onze rol als plastisch chirurg is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten. En om die reden zijn wij bij elk multidisciplinair overleg aanwezig, waar alle borstkankerpatiënten besproken worden. En op die manier kunnen wij zien welke patiënten volgens ons in aanmerking komen voor borstreconstructie of bijvoorbeeld een borstsparende behandeling waarbij onze plastische chirurgische technieken gebruikt kunnen worden. Ik ben Agnes Jager, internist-oncoloog en ik hou me met name bezig met behandeling van borstkanker middels chemotherapie en antihormonale therapie. We zijn momenteel goed in staat om borstkanker te behandelen. Toch kan het altijd beter. En dat zullen we alleen kunnen bereiken door het doen van onderzoek. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode is dat we erachter gekomen zijn dat elke borstkanker uniek is. Gelukkig zijn de meeste chemotherapie en antihormonale therapie effectief tegen het merendeel van de borstkankers. Helaas is een klein percentage niet gevoelig. En juist daar richt momenteel het onderzoek zich op, om voor die groep ook een behandeling te vinden. Die behandeling kunnen nieuwe type chemotherapie zijn of zogenaamde gerichte therapie, die alleen de kanker aanvallen en niet de gezonde cellen, dus minder bijwerkingen veroorzaken. Ik vind het bijzonder om patiënten met borstkanker te mogen begeleiden en te behandelen. Juist in het Academisch Borstkankercentrum. Het academische van het Academisch Borstkankercentrum is dat we eigenlijk zowel qua diagnostiek en behandeling er naar streven om wetenschappelijk onderzoek echt het uitgangspunt te laten zijn. Dat wil zeggen dat we vrouwen vragen om te participeren in wetenschappelijk onderzoek. En we ook in de samenwerking met ziekenhuizen om ons heen zullen proberen om patiënten behandeld in andere ziekenhuizen wellicht ook uit te nodigen voor participatie in wetenschappelijk onderzoek, waarbij bijvoorbeeld een bepaalde bioptafname of een bepaald onderzoek wordt aangeboden bij ons, maar de patiënt uiteraard wel in haar eigen ziekenhuis blijft voor verdere behandeling. We streven ernaar dat met ons wetenschappelijk onderzoek patiënten zelf letterlijk ook bijdragen aan het vermeerderen van kennis rondom de diagnostiek en de behandeling van borstkanker, van waarde voor wellicht de volgende generatie vrouwen.